Ondanks dat werkloosheid als een onaangename omstandigheid wordt ervaren, lijken werklozen toch minder hard op zoek te zijn naar een nieuwe baan dan je zou verwachten. In het onderzoek. Uh hebben we ons afgevraagd waarom werklozen niet zo hard op zoek lijken naar een baan dan je soms zou verwachten. We weten uit de literatuur dat mensen gemiddeld genomen ongelukkig worden wanneer ze hun baan verliezen. En je zou verwachten dat dat die mensen een stimulans geeft om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Maar tegelijkertijd kennen we heel veel studies die hebben laten zien dat actief arbeidsmarktbeleid heel effectief kan zijn om mensen Terug te brengen in het arbeidsproces om ze weer aan het werk te krijgen. En dat lijkt inconsistent met elkaar. Waarom hebben die mensen niet genoeg motivatie vanuit hun ongelukkig zijn uh, om opnieuw aan het werk te komen? En dat hebben wij in dit onderzoek, uh, daar hebben we naar gekeken. We hebben gebruik gemaakt van een Duitse dataset, waarin een steekproef van de Duitsers is opgenomen en die mensen kun je volgen over de tijd. Uh, dus je kunt eerst zien dat mensen aan het werk zijn. Wel of niet gelukkig zijn met hun baan en met hun leven, vervolgens hun baan verliezen en vervolgens kunnen we kijken uh, hoe vergaat het ze in de tijd daarna. Nou, de eerste bevinding die we, die we hebben gevonden is eigenlijk dat gemiddeld genomen worden mensen inderdaad ongelukkig als ze hun baan verliezen, maar een groot aandeel van de mensen ervaart geen afname in hun geluk. Ongeveer de helft van de mensen heeft geen afname in hun geluk op het moment dat ze hun baan verliezen. Sterker nog, Ongeveer een kwart van de mensen is gelukkiger als ze hun baan hebben verloren dan daarvoor. Dat kan te maken hebben met het feit dat ze niet zo gelukkig waren in hun baan. Het kan ook te maken hebben met het feit dat ze voldoende financiële middelen hebben om het verlies aan inkomen op te vangen. Maar het verklaart wel heel sterk waarom we de, het overheidsingrijpen uh, nodig hebben om sommige mensen terug te krijgen in het arbeidsproces. Nou, vervolgens hebben we in een tweede stap gekeken naar het zoekgedrag van mensen en de, de tijd die ze nodig hebben om weer een baan te vinden. En daar hebben we gezien dat er eigenlijk geen verschil is in het zoekgedrag tussen die mensen die ongelukkig zijn geworden in hun werkloosheid en die mensen die niet een afname in hun geluk hebben ervaren. Het zoekgedrag was eigenlijk tegelijk en ze hadden evenveel tijd nodig om een nieuwe baan te vinden. Ook hebben we gekeken naar de uitkomsten voor de mensen die een nieuwe baan hebben gevonden. Hoe verhoudt de kwaliteit van die nieuwe baan zich? En ook daar waren geen verschillen wat erop duidt dat er eigenlijk geen verschil is in het zoekgedrag. Nou, de vraag is natuurlijk hoe dat dat komt. Waarom zoeken de mensen die een afname hebben in geluk niet harder naar een nieuwe baan? Dat kan te maken hebben met de tijdsbeleving van mensen, dat ze het hier en nu meer waarderen dan dingen die in de toekomst gaan plaatsvinden. Als je nu werkloos bent, moet je nu op zoek naar een nieuwe baan. En dat kost je tijd en geld wat je daarin moet investeren. Terwijl de baten daarvan, het hebben van een nieuwe baan, die liggen verder in de toekomst. Um, en wellicht ervaren mensen dat als minder belangrijk. En als dan de kosten van het zoeken zo hoog lijken, dan zoeken ze misschien minder intensief dan je zou verwachten op basis van de afname van hun geluk. Um, dus op basis van deze bevindingen um, is het niet echt verrassend dat overheidsbeleid. Nodig is of overheidsingrijpen nodig is om mensen terug te krijgen in het arbeidsproces. En daarmee ook sancties, die blijken toch te werken? Ja, precies. Uh, sterker nog, recent onderzoek van Bas van der Klauw en Jan van Oers heeft laten zien dat juist sancties heel effectief zijn. Effectiever dan bonussen, bijvoorbeeld, omdat een sanctie nu wordt gevoeld door de werklozen, terwijl een bonus die wordt uitbetaald op het moment dat je een baan hebt gevonden verder in de tijd liggen. En ook hier speelt die tijdsvoorkeur een rol. Als mensen Dingen die verder in de toekomst liggen, uh, als minder belangrijk waarderen dan de dingen die nu gebeuren, dan kun je je voorstellen dat sancties uh, zeer effectief kunnen zijn.